Hoi, welkom bij Zon en Scherm. Als je deze video bekijkt, ben je waarschijnlijk in het bezit van een Zon en Scherm afstandsbediening of een wandschakelaar. In deze video leggen we je uit hoe ze werken en hoe je bepaalde problemen kunt oplossen. Druk één keer kort op de P2-toets. Het product beweegt één keer en piept één keer. Druk één keer kort op de toets omlaag. Het product beweegt één keer en piept één keer. Druk één keer kort op de P2-toets. Het product beweegt twee keer en piept drie keer. De eindposities zijn nu verwijderd. Het product beweegt nu ook weer in kleine stapjes. Ga naar de gewenste bovenste positie en druk op tijd op de stoptoets. Druk gelijktijdig op de stoptoets en de toets omhoog om de bovenste positie te bevestigen. Het product beweegt twee keer en piept drie keer. De bovenste positie is ingesteld. Ga naar de gewenste onderste positie. Druk tegelijk op de stoptoets en de omlaagtoets om de onderste positie te bevestigen. Het product beweegt twee keer en piept drie keer. De onderste positie is ingesteld. Heb je na het bekijken van deze video nog vragen of kom je er toch niet helemaal uit? Neem dan contact op met onze klantenservice, want zij helpen je graag verder. Samen maken we er iets moois van.